Yes, camera loopt weer. Daar zijn we weer. Terug bij een nieuwe video van Wootru. Vandaag als onderwerp, hoe vind je nou de juiste balans tussen cardio en kracht? Dus binnen een hybrid schema. Maar eerst gaan we natuurlijk even een scoop nemen. Voordat we een HYROX specifieke training gaan doen. Want dat is de voorbereiding waar ik nu nog steeds in zit. Nog ongeveer 7 à 8 weken te gaan tot HYROX Amsterdam. Zo, scoopie, tropical goldje. En wat ik zeker niet wil vergeten, is jullie bedanken voor het enthousiasme van het ontvangst van de nieuwe video's die ik heb gepost. Ik merk jullie enthousiasme in de video's en hoe jullie ook reageren op de video's. Alleen ik vind het ook wel heel erg mooi van de reacties die jullie geven. Ik wil niet zozeer denken in de positieve reacties en de negatieve reacties, want ik vind het gewoon leuk dat iedereen de moeite neemt om te reageren. Maar er zijn wel 3 reacties geweest waarvan ik even dacht van nou, weet je wat, die wil ik even uitlichten in een video. Waarvan 1 was dat het geen goed voorbeeld was voor mij om te laten zien dat je een intensieve hardlooptraining met warm weer in de overgrote zon midden op de dag zou moeten doen. Is het helemaal handig om te doen als je conditioneel niet helemaal sterk bent? Nee, het is natuurlijk wel fucking zwaar om het te doen. Maar hoe ik denk is, af en toe moet je jezelf ook gewoon uitdagen in ja, wat moeilijkere trainingsomstandigheden. Tuurlijk, ik ga niet altijd midden op de dag op het warmste moment als het 30 graden is mijn rondje intensieve intervaltraining doen. Ik pas het soms een beetje aan. Ik wil mezelf soms zelf wel even blootstellen aan iets moeilijkere trainingsomstandigheden dan dat je gewoon even lekker ontspannen naar de sportschool toe gaat. Want dat maakt je niet alleen maar fysiek sterker, maar ook mentaal sterker, doordat je gewoon over die zware dat zware punt heen kan gaan, dat je iets toch doet in een moeilijkere omstandigheid, wat het automatisch weer makkelijker maakt als je teruggaat naar je normale trainingsroutine. Een tweede punt was, ja, maar hoe jij traint, dat is niet goed, want onderzoek wijst uit dat, kijk, ik ben niet iemand die heel erg lang op het internet gaat surfen over wat ik allemaal moet gaan doen, allerlei boeken uit de bibliotheek haal om eerst te kijken van wat ik doe, of dat allemaal goed is. Ik ben vooral iemand die leert van de ervaring. Tuurlijk, ik zoek bepaalde dingen wel op, ik leer ook van mijn coaches van die mij helpen, maar ik absorbeer die informatie allemaal en ik ga gewoon zelf aan de slag. In dat geval ben ik iets meer praktijkgericht. Ik wil het zelf gewoon ondervinden hoe iets is. En dat wil niet zeggen dat hoe ik train, dat het ook specifiek goed is voor jou. Maar ik zeg altijd, pak je handvatten eruit, pak de punten eruit waarvan jij denkt dat is interessant voor mij om dat ook eens te gaan doen. Nogmaals, ik vind het leuk hè, dat jullie reageren. Dus het is helemaal niet kwaad bedoeld. Maar er werd ook gereageerd, ja, hoe jij traint met onder andere die maximale kracht van die jij doet. Ja, dat past helemaal niet goed in een HYROX voorbereiding. Wellicht past het ook wel niet helemaal goed in een HYROX voorbereiding. Maar ik wil die krachtsessies wil ik niet helemaal kwijt. Want dat hoort eigenlijk gewoon bij wie ik ben. Voor mij is die balans, heb ik gevonden dat het werkt. En dan kan ik er misschien veel meer voordeel nog uithalen dan die kracht te laten zitten en alleen maar te focussen op die HYROX. Misschien wel. Wil ik dat? Nee, want HYROX is niet mijn uiteindelijke eindpunt waar ik stop. HYROX is gewoon een onderdeel van mijn weg naar gewoon een top fitte shape voor de rest van mijn leven te krijgen. Eerste onderdeel van de 3 in mijn voorbereidingsschema voor HYROX Amsterdam dus. Benchpress, deadlifts en front squats. En elke oefening 10 sets van 10 herhalingen met daartussen 20 seconden. Dus de ene oefening die sluit ik dan af met de 10 sets en dan ga ik pas door naar de andere oefening. Wat uiteindelijk moet worden is dat het dus zwaar wordt. Dus het moet niet te makkelijk zijn. Stopbordje klaarzetten voor die 20 seconden rust. En dan gaan we aan de bak. Let's go. Laatste rondje 3 volgens mij. Het is echt een sluipmoordenaar dit. Opeens begrijpt hij van achter. Dan kan je die weer. Oh.
pompt heel goed in de chest. Een klein deeltje van de juiste balans is cardio en kracht. Zo ook dat je af en toe wel zo'n ander soort oefeningen doet in je schema. Die je normaal gesproken niet doet. Zodat je dat ook wat sterker maakt. Een front squat is natuurlijk heel erg goed voor je beenspieren. En zeker met deze intensiteit. 10x10 herhalingen. Gaat ook goed tegen de verzuring. Automatisch kan je dit soort beenkracht ook heel goed gebruiken. Tijdens de high rocks. Tijdens het hardlopen onder andere ook. Gewoon die benen sterker te maken. En over die verzuringsgrens heen te durven gaan. Stel jij komt nu aanlopen. Hè? Hier bij sportschooltje van Ome Woetroe. En je ziet mij 10 kilo per kant die front squats doen. Dan denk ik bij 75% van jullie denken. Ah, wat een licht gewicht. Dat kan niet toch wel veel meer. Of wat een slappe zak. Maar voordat je oordeelt. Moet je eerst weten wat het doel is geweest van deze oefening. Dit is dus korte rustperiodes. Relatief veel herhalingen binnen korte tijd. Dus heeft het geen zin om heel erg zwaar te gaan liften. Want dan red je dat gewoon niet. Daar heb ik mezelf wel schuldig aan gemaakt. Toen ik nog niet deed aan hardlopen. Dan reed ik wel eens langs. Of ik fietste wel eens langs een hardloper. Ik zag hem of haar op een heel erg rustig tempo hardlopen. Ik dacht van jeetje. Kan hij niet wat sneller? Maar nu weet ik wel beter. Dat het kan ook gewoon zijn van dat iemand gewoon in een opbouwschema zit. Of dat iemand in een jog tempo zit tussen de intervalsets door. Of dat iemand in een herstelloop zit. Er zijn zoveel redenen waarom iemand op een bepaald tempo iets doet. Of op een bepaald gewicht iets uitvoert. Dus wees niet te snel in het oordelen. Vraag juist even een interessante vraag. Van waarom pak je dit gewicht? Of waarom pak je deze oefening? Er zijn zoveel vragen, leuke vragen die je kan stellen. Om meer te weten over wat iemands doel is. Let's go. Sets. Ja, ik ben dus even halverwege van 10 per kant naar 5 per kant gegaan. Anders red ik het gewoon niet. Gewoon niet lopen egoën. Soms even accepteren dat iets zo is. En dan doorknallen. Dat is de tweede oefening dus, front squats. 10x10. Gaan we zo door naar de deadlifts. Dit weten velen van jullie niet, maar vroeger ben ik dus spinning instructeur geweest. Maar ook body pump instructeur dus. Waarom ik dat nu onthul en zeg, is dat ik me daar zo in vergiste. Want het is met relatief laag gewicht veel herhalingen uitvoeren. Toen ik op die cursus zat van een bodypump instructeur, verzuurde ik al echt na 5 minuten gewoon. Want ik alleen maar gewend was om maximaal gewicht te kunnen pressen. Je kan wel denken, ah, het is laag gewicht. Maar het hangt er vanaf van hoeveel je met dat gewicht moet gaan doen. Alleen maar doorgaan, werken op die verzuring. En dat werkt dan straks zo goed bij die high rocks. Want daar verzuur je ook helemaal te pletter. En zeker bij die wallballs, waar dit een onderdeel is van die beweging. Dan leer je gewoon om gewoon door te gaan. En dat je lichaam wel meer kan dan dat je zelf denkt. Door naar deadlift. Let's go. Laatste set van 10 herhalingen. Kanonnen. Statistische workout. Ben misschien net 25 minuten bezig of zo. En dit was pas het voorgerecht. Het is net alsof je naar de McDonald's gaat. Je bestelt eigenlijk meer dan dat je eigenlijk op kan. Maar je gaat het toch opeten. Oké, ik zit even in een rustblokje tussen trainingsblok 1 en 2. Geef me eventjes de tijd om punt nummer 1 te vertellen. Wat van belang is, hoe je een balans of een juiste balans kan vinden tussen cardio en kracht. En dat is ten eerste een stukje doelstellen en periodisering. Je moet wel een specifiek doel hebben wanneer je überhaupt iets gaat doen. Als jij op vakantie gaat, dan 9 van de 10 keer heb je denk ik ook wel een eindbestemming waar je naartoe wil. Anders ga je alleen maar rondjes rijden of vliegen. Hetzelfde geldt bij sportieve challenges.
races. Mijn doel voor nu is om toe te werken naar Hyrox. Dus daar pas ik mijn trainingsschema ook op aan. Ik heb wel deels nog mijn krachtsessies die ik er gewoon in hou. Maar over het algemeen, 5 van de 7 trainingen die ik doe, is meer gericht op Hyrox dan die andere 2. Een stukje periodisering wat belangrijk is maak een plan van aanpak. Dus hoe werk je toe naar dat doel? Ik heb nu nog 8 weken tot Hyrox. Dus mijn schema is ook gerelateerd aan die 8 weken opbouw om zo goed mogelijk voor de dag te komen met Hyrox. Hetzelfde geldt voor het hardlopen. Ik heb daarin ook bepaalde trainingsblokken van 4 tot 6 weken. Dat ik steeds elke week een stapje verder ga in intensiteit. Om steeds wat sneller te kunnen rennen, langer te kunnen rennen. Hetzelfde geldt met deze sessies die ik nu doe. Die Hyrox specifieke sessies. Dat ik ook gefocust ben op de punten waar ik beter op moet worden. Daarnaast een stukje periodisering van hoe vaak per week doe je iets. Nou ja, mijn nadruk ligt nu dus op Hyrox, wat ik net zei. Dus mijn conditieblokken, hardloopblokken zijn bij wijze van spreken 70% van mijn totale trainingsweek. En de andere overige 30% is meer de nadruk op kracht. En als ik straks weer na Hyrox in oktober weer een ander soort doelstelling heb, dan zal dat weer omswitchen. Zoals ik ook had in de aanloopperiode naar mijn marathon toe. Ja, toen was mijn hele periodisering, mijn hele doel was specifiek op het hardlopen. Ik deed eigenlijk geen krachtsessies meer, omdat dat gewoon overbodig was. Omdat ik een marathon moest uitlopen. Daar heb ik niks aan als ik dan 100 kilo kan squatten. Maar ik heb er meer aan als ik bijvoorbeeld 30 kilometer achtereen kan rennen. Dus je doel geeft richting, geeft een eindpunt weer. Je periodisering, daar bouw je de weg toe naar dat doel toe. En in die periodisering heb je de frequentie, hoe vaak je traint en een juiste verdeling van je cardio en van je kracht gericht op jouw einddoel. Gaan we door naar het tweede blok MRAP van 15 minuten. Dus as many rounds as possible. 10 box jumps, 300 meter run, 10 dumbbell box step-offs, 10 walking lunges en 600 meter bike. En ik gebruik daarvoor de airbike. Dus we gaan een kwartier lang aan de bak. Rennen doe ik hier om de padelvelden heen. Dat is 1,5 rondje is 300 meter. Dus gaan we aan de bak. Een kwartiertje knallen. Let's go. Normaal vind ik dat natuurlijk echt een kutgeluid, zo 's ochtends, als je net uit je slaap komt. Maar nu is het wel een geluid van een klein beetje overwinning weer hoor. MRAP hier erop zitten. Nu gaan we naar de laatste gedeelte van de workout. En dan gaan we nog 15 minuten even lekker knallen. Punt 2 van de juiste balans tussen cardio en kracht. Om het op de juiste manier in te plannen in je trainingsweek. Let daarbij op 2 punten. Een training gericht op kracht en een training gericht op duur. Dat het elkaar niet belemmert. Als voorbeeld bij mezelf. Ik train maar 1 dag in de week, 2 dagen op dezelfde dag. En dan doe ik eigenlijk 's ochtends vaak een duurloop. Wat qua intensiteit een stuk minder belastend is. Ten opzichte van een intervalloop of een tempoloop. En dan 's avonds heb ik nog mijn upper body dag. Upper body, ja, dat zegt het al. Ligt de nadruk op het bovenlichaam. En nauwelijks eigenlijk natuurlijk op het onderlichaam. Dus dat botst niet met elkaar. Plan het ook zo in dat het elkaar alleen maar versterkt en niet belemmert. En het tweede punt is dat je je krachttraining ook een beetje toesplitst op het doel. En hetzelfde geldt natuurlijk op je duurtrainingen, op je cardio trainingen. Van dat het gericht is op je uiteindelijke doel. Als voorbeeld de workout die ik nu doe.
is een combinatie van kracht en van cardio. En het is gericht op mijn uiteindelijke doel, High Rocks. Maar ben ik klaar met High Rocks, dan zal dit dan een stukje veranderen. Want dan heb ik weer een ander soort doel wat ik wil gaan doen. Wat waarschijnlijk de halve Ironman is. Dus dan ga ik me weer meer nadruk leggen op zwemtechniek, op hardlopen, weer meer op fietsen en minder op dit soort oefeningen. Want de workout die je nu ziet is eigenlijk gericht op nog gas te kunnen geven met verzuring in je benen. Zodat ik leer om door te zetten op het punt dat het wat moeilijker wordt. Dus kortom, even samengevat. Plan het goed in dat het elkaar niet belemmert, kracht en duur. En zorg ervoor dat de oefeningen die jij kiest voor kracht en voor duur, dat het elkaar ook versterkt en niet losse eilandjes van elkaar zijn. Door naar de derde ronde, let's go. Laatste M-rap, ook weer 15 minuten. Combinatie van 10 dumbbell incline presses, 10 keer burpees, 300 meter ski, 10 keer barbell thrusters en 10 broad jumps. Dus weer 15 minuten aan de bak. Oké, let's go. Kwartiertje knallen. Hop, hop, hop. Mooi, hè? Dan denk je dat je op een bepaald fitheidsniveau bent. Hoe heftiger zo'n workout is, hoe meer die grens weer verschuift van wat is nou fitheid eigenlijk. Helemaal kapot gegaan. Wel weer een leveltje geüpgrade bij mezelf. Zowel fysiek als mentaal. En honger ook. Een partijtje honger dat ik heb. En dorst trouwens ook. Ik ben helemaal leeg gewoon. En dat brengt mij eigenlijk op het punt van hoe vind je nou de juiste balans tussen kracht en duursport en cardio. Ook goed denken aan je herstel. Herstel is niet alleen maar totale rust nemen. Hè? Het is natuurlijk wel goed om eens een keertje een paar dagen achter elkaar misschien rust te nemen. Als je toe hebt gewerkt naar dat uiteindelijke ultieme doel van een High Rocks, van een marathon, van een Ironman. Wat voor doelen je ook hebt. Om gewoon eventjes dat lichaam even totale rust te geven om goed te kunnen herstellen. En die ontstekingswaardes van je lichaam weer een beetje te laten zakken. Herstel betekent ook je intensiteit een beetje terugschalen. Dat bedoel ik bij als je die periodisering hebt. Dus als je in blokken werkt van 4 tot 6 weken opbouwend. Dat je steeds een trapje hoger gaat om je grens, je fysieke en je mentale grens te overwinnen. Dat je na die 4 tot 6 weken ook eventjes een deload week heb. Wat ik een paar weken terug ook had. Dus een deload week wil zeggen dat de intensiteit gewoon teruggaat. Omdat ik nog steeds wel actief ben. Maar ietsje minder intens. Dus in plaats van een intervalloop pakweg 70 minuten. Dat ik een korte intensieve intervalloop doe van ongeveer 35 minuten. En dat mijn duurloop niet 90 minuten is. Maar een duurloop heb van ongeveer 45 minuten op een iets lagere snelheid. En hetzelfde voor die workouts die ik hier doe. Nu ben ik heel erg aan het toewerken om sterker te worden. Fysiek en mentaal, om over die verzuringsgrens heen te kunnen komen voor High Rocks. En dan straks, wanneer ik een week voor High Rocks ben, dan gaat de intensiteit van mijn workouts gaat een stuk omlaag om goed te kunnen herstellen, om vol energie dat High Rocks evenement te kunnen doen. Dat geldt eigenlijk ook zo bij mijn bodybuilding dat ik heb gedaan. En dat was het ook, toewerken naar die bodybuildwedstrijd om zo droog mogelijk te worden, zoveel mogelijk spierdefinitie te krijgen. En dan vlak voor de wedstrijd ongeveer 5-6 dagen, dan gaat die trainingsintensiteit heel laag tot bijna niet meer. En wellicht alleen maar een beetje wandelen nog buiten. Om dat lichaam gewoon te laten herstellen. Om zo goed mogelijk voor de dag te kunnen komen. Dus herstel
luisteren naar je lichaam ook. Want dat is ook belangrijk als je een vorm hebt van gevoel hebt van dat je overtraind raakt. Doe dan een klein stapje terug. Want het heeft geen zin om door die overtraining heen te gaan beuken. Dus dat even over een stukje herstel. En ik wil jullie bedanken dat jullie naar deze zwetende, vieze man hebben gekeken. En wat ik nog wil zeggen, bedankt voor het kijken. Laat weer even die comments achter, want ik lees ze allemaal. Al jullie comments vind ik leuk en waardevol. Stay hydrated. Let's go!